Het Skyline TV-nieuws van dinsdag 30 juni met vandaag onder andere hittegolf in de regio. Ouders van in het ziekenhuis Bernhoven geboren kinderen kunnen met ingang van 1 juli hun pasgeborene daaraan geven bij een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Uden. Voor deze extra service is een ambtenaar van de gemeente vijf ochtenden per week van 9 tot 11 in Bernhoven aanwezig. Het geboorteloket bevindt zich in de lounge van kraamafdeling en kinder- en jongerenafdeling in Bernhoven. Na het tragisch overlijden van Dori Arts in december 2014 heeft het bestuur van Stichting C besloten over te gaan tot benoeming van Janneke van Summeren tot manager van Stichting C. Janneke van Summeren is nu nog betrokken bij Muselink in Os als afdelingshoofd cultuurparticipatie en projecten. Janneke begint 1 september, maar zal in de maand juli al inwerken met de overige medewerkers van C. En op het oude Dico-terrein in Ude heeft maandagmiddag een buitenbrandje gewoed. De brandweer kwam ter plaatse om het brandje te blussen. Een hulphond, die samen met zijn baasje over het terrein liep, ging recht op het brandje af, maar na zijn baasje de brandweer had gealarmeerd. De oorzaak: een scholier had zijn boeken in brand gestoken. Bij een snelheidscontrole op de Leeuwstraat in Volkel zijn 139 passanten op de Bon geslingerd. De hoogst snelheid was 79 km per uur, waar 50 km per uur is toegestaan. Ook op de Vuilmolenweg in Ude werd een controle gehouden. Daar zijn 153 snelheidsovertreders gesignaleerd. De kermis in Odiliapeel is weer voorbij, en dit jaar zonder draaimolen. Maandagavond werden de laatste ritjes gemaakt in de topdance en de botsauto's. Ook het entertainmentprogramma in de horecatent is goed verlopen. De regio gaat zich nu opmaken voor de kermis van Uden. Vanaf 17 juli staat de tiendaagse kermis weer op het programma, de temperaturen stijgen en veel mensen hebben het over een hittegolf. Maar wat is nu eigenlijk een hittegolf? Nou, het hittealarm betekent dat wij uh, van het RIVM, dat is wel bekend, uh, krijgen wij allemaal uh, extra informatie uh, toegestuurd. En uh, ja, wij huisartsen gaan dan vooral letten op onze risicogroepen. En uh, onze risicogroepen daar zijn uh, vooral de oudere. Uh, oudere bevolking en uh, dat heeft er vooral mee te maken dat bij oudere mensen is de temperatuurregulatie uh, slechter en ook het dorstgevoel bij die uh, mensen is uh, slechter. Voor de rest uh, letten wij op uh, op mensen met andere chronische aandoeningen. Um, ja, de klachten die mensen uh, krijgen is toch meestal zie je dat de, de concentratie uh, wat uh, slechter wordt. Er is ook vaak een, uh, een duizeligheid en een vermoeidheid uh, die op kan treden ook zie je dat de huid soms problemen gaat geven als de warmte maar voldoende is. daar ontstaan jeuk en blaasjes die kunnen op de huid ontstaan. nou wordt het ernstiger hè Kom je echt in, in een zuurstof, of in een, sorry, zuurstof. In een vocht uh, tekort, dan ontstaan er problemen die kunnen leiden tot krampen en misselijkheid hè, en uitputting. Dan zie je soms dat mensen echt uitgeput zijn. En als het dan nog verder doorgaat, je gaat niet drinken, dan ontstaat er een flauwte en zelfs een bewusteloosheid. Dat kan allemaal gebeuren. Ja. Kun je nog iets zeggen over uh, drinken en insmeren? Kan dat ooit te veel zijn? Insmeren uh, is zeker belangrijk. Hè. Een hoge factor uh, is, uh, is uh, goed. En uh, drinken ja, voldoende. In feite kun je eigenlijk zeggen dat als je, uh, misschien niet zo smakelijk praatje, maar de urine, hè, je let op je urine. Uh, je moet zorgen dat je toch urine blijft produceren. Als je lichaam te weinig vocht heeft, dan wordt er bijna geen urine meer geproduceerd of hij wordt erg geel. Ja, dus dat is eigenlijk, en te veel drinken kan wel, maar dan drink je wel heel erg veel te veel. En uh, een, een normale nier bijvoorbeeld, die kan uh, ongeveer 1 liter per uur kan die verwerken. Dus dan moet je toch wel heel veel drinken, zeg maar, om als je te veel wilt gaan drinken. Maar een kan water klaarzetten voor de moeilijke momenten kan geen kwaad. Dat is zeker, heel goed. Dat zou ik zeker ook willen adviseren. Heeft u nog meer tips? Ik heb zeker nog wel meer tips. Dat betekent eigenlijk gewoon voldoende drinken. Hè? En ook voor de mensen die eigenlijk geen gevoel hebben van dorst, blijf drinken. Ook als je geen dorst hebt, blijf drinken. Voor de rest is het zinvol om jezelf koel cool te houden. Hè? Denk daarbij aan luchtige kleding. Maar ook probeer je inspanning ook niet te veel te doen op de warmste tijden van de dag. Tussen 12 en 4 uur middags kan het vrij warm zijn. Andere tips is om je woning koel cool te houden. En uh, Volgens mij weet iedereen wel hoe de woning koel cool gehouden wordt. En ook vooral, en daar gaat het vooral om die risicogroepen, let ook een beetje op andere mensen. Hè, let vooral ook op de risicogroepen. Ouderen. Soms gaan familieleden gaan op vakantie in deze tijd. En dan is er niemand eigenlijk meer die toezicht houdt. Dus graag om daar ook uh, aandacht voor te hebben. Tot slot het weer. Zoals ze juist gezegd, de temperaturen die stijgen en komen uit boven de 30 graden. Woensdag zelfs al 34 graden. Dus blijf uit de ergste zon en drink voldoende. En tot zover het Scala en TV nieuws van dinsdag 30 juni. Woensdagavond om 7 uur dan zijn we er weer. Een fijne dag nog.